Goedemorgen en welkom bij de leesles dag 7 van thema 3. En om te beginnen wilde ik graag dat je op een papiertje alle letters schrijft die hier ook staan. Dus zet je hem zo even op pauze en dan schrijf je ze allemaal eventjes op. En dan ga je woorden maken. Maar in elk woord moet of een o zitten. Of een o. Oh. Of een p. P. Of misschien kan je een woord verzinnen waar ze allebei in zitten. Dus maak woorden met een p. Of met een o. Of met allebei. En als je een woord hebt gelegd, dan schrijf je hem over. En dan ga je een nieuw woord maken. En ik wil dat je minstens 5 woorden gaat verzinnen. En als je er echt heel erg goed in bent, verzin er dan 10. Zet hem maar op pauze. Het doel van vandaag. Wij gaan woorden lezen met een nieuwe letter. En dat is de nieuwe letter O. En bij een nieuwe letter hoort een letterfilmpje. Vandaag gaan we het hebben over de O. De O hoor je bijvoorbeeld in boek en natuurlijk in schoen, maar ook in koek. Mmm, lekker! Hé, een poes! En de poes zegt woef! Nee, de poes zegt miauw! Oh nee, de O zit ook in boef! Oei, de O kan dus ook heel gevaarlijk zijn. Of heel lekker, zoals in snoep. Zou je dat nu wel doen? Oeps! In poep zit ook een oe. Weet je wat nog een woord is met de oe? Koe. En wat zegt de koe? Boe. En bij de oe hoort een klankgebaar en die ga ik je nu laten zien. Oe. Doe maar een keertje mee. Oeh. Nou, het klankgebaar van de oe is wel logisch, hè? Het is eigenlijk een o. Klankgebaar van de o en het klankgebaar van de e. En die doe je achter elkaar. Eerst de o en dan de e. Krijg je de oe. En we gaan zingend lezen. Doe maar mee. Boek. Boek. Koek. Koek. Poes. Poes. Doen. Doen. Poep. Poep. Koe. Koe. De laatste. Boe. Boe. Bij de oe hoort ook een wandkaart. En op deze wandkaart staat een koe. De oe van koe. En er ligt op de grond allemaal snoep. De oe van snoep. Dus onthoud, koe en snoep, dat zijn woorden met een oe. De oe, waar zou die horen in op ons klankenbord? Als je kijkt, dan zie je ook dat het uit 2 tekens bestaat. Dus hij hoort bij de 2 tekenklanken, net als de i. I. Het leesboek. Het leesboek, het verhaal van vandaag heet Lin leest. En
Ik zie hier dat Lin een boek aan het lezen is. En dan kan ik hier lezen soep. En hier is Lin een ander boek aan het lezen. En die gaat over koek. Nou, ik ben benieuwd waar het verhaal precies over gaat. De zoekplaat van de oe. Je gaat op zoek naar plaatjes waar het woord een oe in zich heeft. En op onze woordkaart stond een koe. En die staat hier toevallig al, dus die zou je kunnen zeggen. Ga goed op zoek naar zoveel mogelijk woorden met een oe. De film mag je eventjes op pauze zetten. Woorden met een oe. Ik ga ook even op zoek. Koe had ik al gezegd. En doel. Voetbal. De voet, daar zit ook een oe in. Soep. Doek. Oh, hier zie ik een poes. En pompoen, daar zit ook een oe in. Of groente, dat kan ook. Bloem. Nou, misschien heb jij er nog wel veel meer gevonden. Hartstikke goed gedaan. We gaan naar de letter oe. En de letter oe noemen we eerst een cirkel van de o. En daarna de e. Zet hem maar even op pauze. Dan mag je hem 3 keer maken. Of misschien wil je hem ook wel opschrijven. Zodat dat je hem nog beter kan onthouden. Dus zet de film maar even op pauze. Het woord doeboek. Daar zitten een paar woorden met een oe in. Als je het filmpje nog niet eerder hebt gedaan, dan zal ik het je eventjes uitleggen wat je nu mag doen. We gaan een woorddoeboek doen zonder woorddoeboek. Dus hij is hier. We gaan hem samen even lezen. Dus lees maar mee. Soep. Koek. 10. Pak. Stoel. Dan ga je een blaadje zetten hiervoor, zodat je de woorden niet meer ziet en alleen maar de plaatjes ziet. Dan ga je opschrijven, dus ik zie hier soep. Dan ga je het woord soep opschrijven. En daarna koek, 10 en pak en stoel. Dan verleg je je blaadje naar de plaatjes. Dus dan kan je deze weer zien. Ga je het nakijken? Heb je alles goed geschreven? Klopt het wel helemaal? Staat de oe wel goed? Niet per ongeluk verkeerd om? En stoel? Heb je alle letters? Nou, als je dat hebt gedaan, dan ga je tekenen. Dus dan teken je naast je geschreven woord de soep. En je leest je woord en dan teken je een koek. Als je helemaal klaar bent met alle tekeningen maken, haal je je blaadje hier vandaan en ga je kijken of je het goed hebt getekend. Als je klaar bent, zet je de video weer aan. Mag je hem nu op pauze zetten? Is je woorddoekboek goed gegaan? Mooi zo. Dan is het tijd om het leesboek te lezen. En die gaan we weer samen lezen voor Cor. Dus ik lees hem voor, lees je hem samen met mij, Cor. De titel is Lin leest. Lin leest. Lin leest in één boek. Lin leest in één boek. Dit leest Lin. Dit leest Lin. Maak soep. Maak soep. Neem peen en biet. Neem peen en biet. Doe dat in één pan. Doe dat in één pan. Maar dat eet Lin niet. Maar dat eet Lin niet. Soep met peen en biet. Soep met peen en biet. Nou, ik denk dat ze het niet zo lekker vindt. Dan pakt ze misschien een ander boek. Gaan we hem verder lezen.
Lin pakt een boek. Lin pakt een boek. Lin leest. Lin leest. Dit leest Lin. Dit leest Lin. Maak koek. Maak koek. 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 Dat doet Lin. Dat doet Lin. Lin maakt koek. Lin maakt koek. Je mag weer de video pauze zetten en dan ga je de witte tekst nog een keer zelf lezen. Dus op je eigen tempo ga je hem rustig lezen. Als je klaar bent, dan vraag je aan degene die bij jou zit of die de oranje tekst wil voorlezen. En misschien kan je het wel samen lezen. Zet hem maar op pauze. Is het lezen goed gegaan? Mooi zo, dan gaan we nu het werkboek doen. In het werkboek gaan we op zoek naar de letter oe. En als je hem hebt uitgeprint, dan kan je hem omcirkelen en anders wijs je het aan. Je moet de tekst zelf lezen. En elke keer als je een oe ziet, dan wijs je hem aan of zet je er een cirkel omheen. Daarna ga je kijken naar de plaatjes. Hoor je de oe in het plaatje? Dus dit is een biet, daar hoor ik geen oe. Maar bij poes hoor ik wel een oe. Zet maar op pauze en maak maar de bladzijde. De volgende bladzijde ga je goed lezen. Ze lezen loep. De loep is een vergrootglas. En het leest poep. Je moet allebei de woorden lezen en dan kies je welke er bij het plaatje hoort. Dus niet denken, hé, dit is een loep, dus dan doe ik die en dan lees ik die niet. Nee, allebei de woorden lezen. En dan zet je pas een streep of doe je met je vinger aanwijzen welke het is. Zet hem maar op pauze. Het rijtjesboek staat er al, dus je mag met je vinger goed meelezen welk woord je bent. Je gaat hem vandaag 3 keer zelf lezen samen met degene waarmee je bent. En als je het lastig vindt, dan zing je hem. Dan doe je dus beek. Beek. Zet hem maar op pauze en lees deze bladzijde 3 keer. Ga nog even extra oefenen met zingend lezen. Doe maar mee. Boek. Boek. Sop. Sop. Koek. Koek. Mol. Mol. Tien. Tien. Heel goed. Je mag het woord lezen en dan wijs je aan bij welk plaatje die moet. Dan sleep ik hem daar naartoe. Hier staat poes. Heel goed. Poes. Hier staat. Ja. Poep. De volgende. Oeh. Deze. Sap. Inderdaad, is soep. En de laatste is biet. Goed gedaan. Het werkboek. Als het goed is, heb je overal cirkels gezet bij de
Poes, we gaan die even alleen woorden met oe lezen. Dus hier staat loes, loes en roert, poes, koen, koen, loert, soep, koen, poes en moes. Loes maakt moes. Allemaal woorden met een oe. En als het goed is, heb jij gevonden poes, boek, koek, doel, snoep, bloem en stoel. De volgende bladzijde lezen we de woorden die goed waren. Loep hadden we al. Boer, poes, doel, koek, soep, doek en koe. We hebben vandaag het verhaaltje gelezen van Lin, die twee boeken aan het lezen was. De een over soep en de ander over koek. En we hebben woorden gelezen met de nieuwe letter oe. En daar gaan we morgen verder mee oefenen. Goed gewerkt en hopelijk ben je snel weer op school.